Okidokie, we zijn weer terug met Darkest Dungeon en ik heb mijn team alvast samengesteld. Zoals ik zeg, ik ga op jacht voor level 4. Dus hopelijk kunnen we een van deze prachtige mensen daar naartoe brengen. Ik zie trouwens wel dat ze allemaal nog gewoon level 2 wapens hebben. Dan gaan we even dat geld uitgeven dan. Ja, denk ik. Het enige wat ik heel even moet nakijken, want als ik heb een quest in gedachten, maar als ik dat niet neem, dan moet ik wel even zeker weten dat ik een nighttime dingen klaar heb staan, zeg maar. Dan wordt dat toch iets minder, zeg maar. Short, medium veteran. Medium veteran, medium apprentice. Maar ik weet dat er afgeraden wordt om hem mee te nemen. In de dingen. En dat snap ik. Alleen dan is de vraag van wie ga ik dan meenemen. Ja, plus er wordt ook afgeraden om hem mee te nemen, dat is ook weer zo. Medium Apprentice, verkent 90% van de rooms. Wordt er afgeraden om een van deze mee naar de wheel te nemen, anders is dat wel een optie natuurlijk. Ik denk het niet. Ik denk dat dat alleen de dingen is die afgeraden wordt. Hoe heet het? Ik kom er niet op. Niemand eigenlijk. Oké, nou dan gaan we deze doen, hè? Haha! Oké, the wheels. Zo. 20. Twee shovels, denk ik dat wel meer als zat is, toch? Keys, 2. Torches, hoeveel zullen we er meenemen? Er wordt aangeraden om... Oké, dit is een gok. Maar ik wil ook niet doodgaan, dus vandaar. En daar gaan we misschien ook wel nog om mee te nemen. Gezien alles. Oké. Nog één van deze. Wacht even, ik kan dit doen. En dan was het deze, hè? Ja, het was deze. Het was deze. 8. 8. 2 van deze. 3 van die. 2 van die. 2 van die. 2 van die. Ah, fuck. Nee, want dit is de verkeerde missie. Dit is de goede missie. Toch? Wacht even. Wacht. Nou ben ik echt compleet verwacht. Oké. Is dit ook een medium apprentice? Dat is een medium adventurer. Pak gewoon een medium apprentice. We houden het makkelijk voor onszelf. Wat? Hoezo? Wellicht op deze ook wel. Nee. Ik ben veel te bang voor mezelf. Ik weet het, dat is niet logisch, maar goed. 8, 3, 1, 2. Oké.
Dit zou genoeg moeten zijn. Hopelijk. Hopelijk. Misschien had ik wel iets meer dingen mee moeten nemen. Anti-venoms. Maar laten we hopen dat het goed komt. Laten we hopen dat het goed komt. Ik dit is een jacht. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Okay, sure. Ah, scouting. Altijd leuk scouting. Even kijken. Maar in principe kan dat die kant wel. Hoe ver is het nog? Jezus, dat is nog best wel redelijk wat. Dus. Oh, oh. Dat valt alweer tegen. Dat valt dan weer tegen, helaas. Hier was er niks aan, nee. Ik vind wel dat de wield wordt zo snel zo donker. Dat is echt gewoon eng. Dat is niet iets waarvan ik zeg van, oh, dat is fijn. The match is struck. Aan de andere kant, ik heb ook maar een paar torches nodig om te zorgen dat het Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed, weer helder wordt. Dus duisternis runs moet ik ook echt alleen doen met mijn Antiquarian, vind ik, in principe. Want het ja. Ik zie een battle. Oh. Damn it, ik zag hem in één keer, zag ik hem staan. Mechanical hazards. Ja. Possessed by evil intent. Yay. Ja, vergeet het dan maar hoor. Dan maar even pijn laaien. Ik ga niet nog een keer iets opofferen omdat meneer iedere keer vergiftigd raakt. Jezus, ik bedoel, ik klaag niet hoor. Ik bedoel, ik vind het goed. Maar is dit een nee, dit is gewoon geld. Ah, oh nee, maggots, die kan ik nooit aan. Cleansed from our lands. Die kan ik nooit aan. Oh nee, dit is veel te moeilijk. Ja, tenzij ze dat soort shit gaan uithalen, dan wordt het natuurlijk wel weer iets anders, maar. Oh, ik ben al blij dat hij geresist heeft. Be gone, fiend. Had hij niet. Another one falls. Huh. Dit was wel in een ronde, by the way. Brought low and driven into the mud. Lijkt het me verstandig om zo te doen. En dan zou ik uiteindelijk hier of deze zou mijn camp kunnen zijn. Denk ik. Ik denk dat dat een hele goeie is. Ah, oh nee. Crap, spiders. Oh ja, tuurlijk. Gelijk, mijn musketeer. Want, waarom niet, hè? Oké. Doe je best, zou ik zeggen, maar. Oh, fijn. Altijd leuk wanneer ze dodgen. Ik ben wel blij dat die Nice. Perfect. Oh, en anti-venom. Creatures can be felled
Was er niet iets van een trap hier of zo? Ik dacht dat er een trap was of zo. Maar dat weet ik niet zeker. Oh nee! Even kijken. Maar gewoon zorgen dat we zoveel mogelijk bleed hebben. Nou, als hij gewoon zich nou eerst focust op even de bleed te veroorzaken, dan kan ik haar laten marken. Auw. Dat deed zo hard. Zeer aan mijn hand. Ik weet niet wat ik met mijn hand deed, maar het was in ieder geval niet goed. Klaag niet hoor. Als je alles wilt dodgen, dan. Dammit. Oh ja, dat is waar. Want nu mogen ze 100 keer achter elkaar. Even kijken. Huppla. Ik laat Bleed gewoon het werk doen. Oh, fijn. Altijd leuk wanneer dat gebeurt. Decimated. Mooi zo. Goeie musketeer. Jesus. Oh, auw. Bam. Eradicated. Bam. Eradicated. Oké. Destroy them all. Opener. Yay! Oh, ik kan niet eens iets meenemen. Ik kan echt niks meenemen. Laat me zetten van. Ik bedoel, hoe gek is het dat ik zelfs nu al. Doe even dit. En dit. Ja, nee, de vorige keer liep dat fout af. Dus dat doen we niet nog een keer, hè? Ik ben wel verstandig genoeg om te zeggen. Nou, weet je wat? Hè? Oh ja, nee. Moet er echt nog wel. Als ik dat zou doen, moet er echt nog wel naar iets eigenlijk, eerlijk gezegd. Oh, godzijdank. Ik was gewoon niet aan het opletten. Oh, deze zijn gevaarlijk. Niet surprise, niet surprise. Oh, godzijdank. Oké, dit is goed. Goed zo, dat is ook heel goed. Please, oh, godzijdank, is hij eerst. Als hun splitsen, dan ben je echt hier eeuwig, dus. As victories mount, so too will resistance. So too will resistance. Nice. Oh. Hier was geen battle, denk ik, hè? Nee, want dat was wel aangegeven dan. Wat ik zeg, zolang ik weet dat ik geen. Oh, wow. Haha! Ik zag het wel. Op zich valt het wel mee, voorlopig. Ik bedoel, zolang ik geen battles heb, weet je, heb ik zoiets van, sure. En net zoals dit, die zelf als,
Die salvage torches kan ik mooi gebruiken voor andere shit, weet je, dus. En dan kan ik hier kan ik mijn camp opzetten en dan hopelijk krijgen we nog wel wat battles, want ik bedoel, als dit het is, dan was er niet een trap hier ofzo. Nou ja, kijk, ik krijg nou, hier ga ik mijn camp opzetten, dus het is echt onzin om nou deze te... We gaan gewoon door. Sure. Circle in the dark. The battle may yet be won. Oké, we hebben er nog 8. Wat kunnen we doen? Clean musket, dat is eigenlijk best wel nog. All companions. Oh, deze is wel goed eigenlijk. Dan houden we er 5 over. Maar hij haalt ook nog een dingen. Dat is goed. Hoeveel hebben we er nog? 5. Hebben we nog iemand anders hier? Ja, oké. Okay. Dus dan doen we gewoon dit. En dan mag jij zijn stress mee wegnemen. En dan, ja, sure. Ik bedoel... Ik weet dat we compleet zijn, maar... Gecompleet zijn, maar ja, dat... Safety. Ik hoop gewoon dat we nog wel wat battles krijgen, eerlijk gezegd, want... Oh, wauw. Ja. Without tools of iron, you must rely on flesh, an indefatigable purpose. Ja, het is niet fijn, maar goed, hè? Nog steeds geen dingen? De battles zijn echt miniem, moet ik eerlijk zeggen. Misschien had ik beter Adventure kunnen kiezen. Aan de andere kant, dit toont wel aan dat ik in principe wel klaar ben inderdaad voor de Veterans en Adventurers. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Nou, dat was het. Heel de map gekleerd. Every cleared path and charted route reduces the isolation of our troubled estate. Ik denk zelfs dat het op dit moment meer geld gekost heeft dan dat het opgeleverd heeft. Dus laten we ons focussen op de volgende ranks van Adventurer en dingen en noem maar op. Ik denk dat dat extreem verstandig is. Zij moet wel. Ik heb niet opgelet of een van hun level 4 geworden is. Dat, ik dacht het niet, want ik denk dat het al, misschien wel, ik weet het niet. Ik heb echt oprecht niet opgelet. Ja, Corbin is het geworden. Een free armor upgrade. En wat hebben we erbij gekregen? Voor de mens en arms. En een bleedstone. Een bleedstone is sowieso heel goed voor de flagrant, natuurlijk. Sort of like was. Even kijken. Want nee. En yes. Oké, top. Top, top, top. Even kijken, waar is... Ik moet eerst even iedereen eruit gooien. Iedereen er even uitgooien. En dan... sort of by level. We weten dat het ding bovenaan staat. Ja, alleen Corbin
is erbij gekomen. Maar goed, in principe... Reynolds, een healer, Stanley en een Corbin zou al genoeg zijn in principe natuurlijk, hè? Maar goed. We kunnen nog meer jagen. Ik bedoel, er zijn een aantal bosses die nog gedaan kunnen worden op apprentice niveau en dergelijke. Dus, Chester eindelijk. Is het level 1 Chester? Nee, niet. He will be laughing still at the end. Flagrant is niet nodig. Oké. Okay. In principe is de rest niet echt nodig, toch? Nee. Ja. Dat... Oh, wacht. Weet je wie... We gaan dingen dan... Nee. Ben jij al volledig? Ja. Jij niet. Oh, wacht. Dat is een van deze. Nee, ook niet. Nou. Anyways, dat was hem weer voor deze keer. En dan tot een volgende keer.